Paul Kasten, gefeliciteerd met het bereiken van de play-offs. En ook gefeliciteerd met je doelpunt, want zo vaak maak je het niet zo mooi, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Ik heb dit seizoen al een aantal keren van afstand geprobeerd. En te vergeefs, een paar keer op de lat en op de paal. En nu ging hij er mooi in, dus ik was erg blij. Schrijf mee, zag je de doelman uit zijn goal staan? Ik heb altijd sowieso in mijn hoofd van 30 meter, als ik hem kan schieten, dan ga ik ervoor. En ik kreeg volgens mij van Daan Rienstra, ik neem hem mee en ik ging gewoon volle bak schieten. En met de zwabber ging hij erin. Van tevoren was RKC zo goed als zeker wel zeker van die play-offs. Hoe gingen jullie die wedstrijd in? Ook met dat idee of had jij het idee, we moeten er echt nog voor knokken? Nee, niet zozeer dat we ervoor moeten knokken, maar we gingen gewoon scherp die wedstrijd in. En gewoon voor de winst. En uiteindelijk is ons dat gelukt. Nu, vanavond feest. Wat gaan we doen? Of wordt het rustig met een biertje op de bank en dan op tijd slapen? Ja, het zal geen groot feest worden. We hebben even een klein feestje in de kleedkamer gehad. En nu gewoon goed rusten en alle pijlen voor vrijdag voor de play-offs. Ja, NEC, ben je daar blij mee als tegenstander? Het maakt niet uit eigenlijk. Het was Top Os, het was Cambuur of NEC en ik denk dat het allemaal dicht bij elkaar ligt. En we moeten van onze eigen kracht uitgaan en dan moeten wij verder kunnen komen. Promotie, als ik daar op voor fantaseer, is dat mogelijk met dit RKC? Ik denk dat wij voetballend zeker bij de top 5 horen van de keukenkampioendivisie. Dus, en die play-offs heb ik vaker gespeeld, dat zijn allemaal finales. En als wij er vertrouwen in hebben, en dat hebben we, en dan kunnen we ver komen. Als jij het op je heupen hebt, net als vanavond, dan kan het ook nog wel eens mooi worden. Ik ga zeker nog een keer van afstand proberen te schieten, ja.